Duurzaamheid, energiebesparing, iedereen heeft er de mond van vol. Hoe zijn provincies ermee bezig? En hoe kan de bouw eraan bijdragen? We nemen een kijkje in Drenthe. De ambities liggen er hoog, maar er is ook veel verzet vanuit de bevolking, bijvoorbeeld tegen windmolens. Toch worden er concrete stappen gezet, bijvoorbeeld in Nieuw-Buinen, waar een groot aantal woningen energie-neutraal worden gemaakt. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra vertelt. Nou, ik vind het dus een prachtig mooi voorbeeld. Er wordt als het ware een soort schil om huizen heen gemaakt, zodat die beter geïsoleerd is. Er worden zonnepanelen geplaatst, zodat er ook zelf energie wordt opgewekt. En uiteindelijk betalen deze mensen dus geen energierekening meer. Zijn ze ook enthousiast daarvoor, de bewoners? Ook dat is verschillend. Het is even wennen, heb ik wel gemerkt. Van het moet even mijn huis uit, dat is natuurlijk altijd minder leuk. Maar het mooie is dat het niet alleen voor de energie goed is, maar het levert ook gewoon comfort op. U bent onlangs zelf naar Parijs afgereisd om uw steun te betuigen aan het klimaatakkoord daar. U bent dus nogal wat van plan. Drenthe wil in 2050 energie-neutraal zijn. En daarvoor moet er heel veel gebeuren. Nou, Parijs geeft dat voor de hele wereld aan, dat er echt veel moet gebeuren. Daarom vond ik het ook belangrijk om daarbij te zijn. En dat betekent dat wij hier in Drenthe en achter de voordeur daar ons stinkende best voor moeten gaan doen om dat te gaan realiseren. Maar soms is dat ook lastig, want daar achter de voordeur bij de mensen thuis, die hebben nog wel eens wat verzet tegen allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld tegen windmolens. Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik begrijp dat heel goed, want de wereld verandert en het gaat ook heel snel. Een heel veranderend landschap. Mensen zijn het niet gewend. Maar ik geloof ook dat mensen uiteindelijk de overtuiging zullen hebben dat we naar een ander landschap moeten, omdat we echt die energiedoelstellingen moeten halen. Ik zie de bouwers echt ook dit ook zien als een kans voor de toekomst om voor hunzelf een hele nieuwe markt te creëren. Ze zijn er druk mee bezig, innoveren daar ook in, financieren daar ook in. Maar in de hele keten van financiers, bouwers, overheden moeten we elkaar zien te vinden. Voor veel bouwbedrijven in de regio is verduurzaming echt een groeimarkt. Erik Buursema is eigenaar van bouwbedrijf Buursema en tevens voorzitter van Bouwend Nederland afdeling Drenthe. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn met een uitbreiding van Prysmian en Draka een fabriek aan het bouwen. En hier wordt een stukje dakisolatie geplaatst op dit stuk van deze fabriek. Dus ook hier in de utiliteitsbouw zijn ze bezig met verduurzaming? Ja, absoluut. Ook daar is het verstandig om oudere gebouwen gewoon netjes te verduurzamen, een goede laag isolatie aan te brengen, zodat je daar ook zo weinig mogelijk energieverlies hebt. Is het een belangrijke markt voor jullie, die verduurzamingsmarkt? Ja, met name, wij richten ons met bedrijven op twee segmenten, maar met name ook de woningbouw is voor ons ook heel erg belangrijk. Zit het bij het draagvlak bij de bevolking? We begrijpen dat er nog wel eens wat verzet is, bijvoorbeeld tegen windmolens. Ja, windmolens is absoluut verzet tegen, met name in het Mondelgebied. Daar zijn de bewoners absoluut niet blij mee. Maar een stukje andere verduurzaming bij woningen, dat vinden ze heel plezierig. En de projecten die wij gedaan hebben, krijgen we alle lof van de bewoners zoals dat gaat. En bent u tevreden over het tempo waarin dat plaatsvindt? Nee, dat zou een tandje beter kunnen. Dat moet eigenlijk nog in de grote stromen op gang komen.